competitie is even onderweg, 7 duels. Vijfde staan jullie nu. 5 puntjes achterstand op de kop. Als je dat nou voorafgaand aan dit seizoen had geweten, had dat dan een stand geweest waarmee je had kunnen leven? Een goede vraag. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk dat we gewoon iedere wedstrijd willen winnen. En vooraf gezien is het misschien niet super slecht. Maar achteraf gezien had je het toch liever anders gezien. Ja, want onderweg punten verloren waarvan je misschien achteraf ook dacht van dat had niet gehoeven. Ja, nou ja, vooral de manier waarop... Kijk, je kan altijd wedstrijd verliezen. Maar ik denk vooral de manier waarop we 2 keer verloren, dat is... Dat kan eigenlijk niet. Nou hebben jullie 7 wedstrijden weg in de competitie dus. Heb je nu meer dan aan het begin van het seizoen misschien wel een beeld waar jullie staan? Weet ik niet. We zijn vooral best wel wisselvallig. We hebben een paar hele goede wedstrijden gespeeld en een paar ook hele mindere wedstrijden. En het is voor ons iedere week gewoon weer zaak om er bovenop te klappen. We kunnen in ieder geval niet verslappen, dat is wel duidelijk. En ik denk dat we ook gewoon van iedere ploeg kunnen winnen. Als je kijkt naar de stand, en dan met name naar de ploegen in het linker rijtje, is er aan jullie iets wat opvalt. Namelijk dat jullie een van de weinige ploegen zijn met een doelsaldo dat niet positief is. En dat moet jou als aanvaller toch ook iets doen. Ja, dat is jammer. Ik had er graag meer gemaakt natuurlijk. Want dan was het misschien wel positief geweest. Nou ja, we creëren wel veel kansen. Alleen we zijn niet altijd even gelukkig in de afronding. Dat zijn dingen waarvan je meestal in het verleden wel dat ploegen die dat hebben, dat wel gaat draaien. En dat hopen we bij ons ook wel te krijgen. Ja, want is het bij jullie inderdaad een kwestie van te weinig scoren? Of misschien ook wel van te veel tegendoelpunten krijgen? Ja, dat zou ergens het midden liggen, ongetwijfeld. Ja, ik denk allebei. We hebben een paar keer gemakkelijk tegendoelpunten gekregen. En we hebben ook een paar keer verzuimd om te scoren. Dus het is gewoon een beetje van beide. Jullie hebben de volgende ronde van de beker bereikt. Rijsburgse Boys gewonnen. Nou ja, dat is achteraf dan een logische zegen. Maar moet je wel altijd nog maar even doen tegen zo'n topklasser, hè? Ja, zeker. Nou ja, vooraf gezien is het nooit leuk om naar een topklasse te gaan. Je ziet dat zelfs we Eredivisie ploegen van eerste klasses verliezen. Dat zijn gewoon van die wedstrijden, die moet je gewoon winnen. En als ze een beetje geluk hebben, dan loopt het anders. Nou, gelukkig hebben wij gewoon zakelijk gedaan wat we moesten doen. En niet meer dan dat, denk ik ook. Als je het hebt over wedstrijden die je moet winnen, kun je Almere City denk ik ook wel in dat rijtje scharen. Ja, ik denk dat wij gewoon weer voor de winst moeten gaan spelen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Jullie hebben wel wat goed te maken voor eigen publiek ook, hè? Absoluut. We hebben het publiek nog niet heel erg verwend dit seizoen. En ik denk dat het wel de insteek is van ons om ook gewoon, behalve de 3 punten te halen, ook gewoon leuk voetbal te spelen. Het zou mooi zijn als dat zaterdag zou kunnen. Tot slot nog even over het bekertoernooi. Vanavond de loting. Heb jij nog een voorkeur? Nee, ik heb persoonlijk geen voorkeur. Het zou lekker zijn als we nog een paar mindere loten, zodat we rondes verder kunnen komen. En dan weet je nooit, het kan spoken op het kasteel, hè, als ze ver komen. Lijken me mooie wijze woorden om mee af te sluiten.